Goedendag allemaal. Welkom bij deze allereerste aflevering van Op pad met Arjen. Een nieuw vlog over natuur in Nederland en omliggende landen. Mijn naam is Arjen. Ik ben bioloog, natuurfotograaf en filmer en ik ben gids. En op die manier kom ik heel vaak in de natuur en ja, zie ik daar allerlei mooie dingen. En ik dacht van, wat is nou leuker om dat met jullie te delen en jullie te laten zien wat er allemaal in ons eigen land en nou ja, goed, in sommige gevallen ook in omliggende landen te zien is. Dus als je dat leuk vindt en dat leuk lijkt om het te volgen, klik eventjes die subscribe knop aan hier onderin en like deze video, dan weet ik dat jullie het leuk vinden. En dan nou ja, hoop ik met enige regelmaat hier filmpjes te posten. Ik zit op dit moment, ik kom uit Groningen en ik dacht van het is leuk om dan de eerste aflevering te beginnen dicht bij huis, tenminste dicht bij mijn huis. Dus ik zit hier in mijn local patch, de Onlanden. En ja, ik wil jullie meenemen met gewoon een aantal gewone dingen die we hier regelmatig tegen kunnen komen als je hier wat vaker bent. Dus als je zin hebt, kom mee, dan gaan we kijken. Ik zie daar al een kikkerdief langskomen volgens mij. Ah, leuk. Ja, wat is nou een betere plek om jullie de Onlanden te laten zien dan hier vanaf de uitkijktoren. De toren die je eigenlijk vanuit het hele gebied kunt zien en die overal boven uitsteekt. Echt een geweldige plek met een super uitzicht waar je eigenlijk het hele gebied kunt zien. We zijn vanochtend achter mij begonnen op het bankje en eigenlijk toen ik me aan het voorstellen was, toen zag ik al allerlei libellen rondvliegen. Gewone oeverlibellen, breedscheenjuffers en uiteindelijk een paar vroege glazenmakers. Vroege glazenmakers, een soort die nou een beetje tegen het eind van de vliegtijd zit op dit moment. Maar nou ja, deze die deden het nog even heel mooi. En het blijft natuurlijk een hele gave soort met die felgroene ogen en dat mooie bruine achterlijf. Ik heb een klein stukje omgedraaid en we kijken nu richting de stad Groningen met de Martini-toren en de Apenrots. Het Gasuniegebouw was het belangrijkste gebouw. En ja, de Peizerwering, dit stuk van de Onlanden, ligt echt helemaal tegen de stad Groningen aan eigenlijk. En het is erg gaaf om te zien dat we zulke soort mooie natuur zo dicht bij de stad hebben. En de Peizerwering is een gebied wat zich meer kenmerkt door wat meer open water. Niet heel diep water, maar wel echt gewoon oppervlaktes met water. En daar is bijvoorbeeld een kokmeeuwenkolonie gevestigd.
Op dit moment hebben de kopmeeuwen jongen, redelijk grote jongen al, sommigen kunnen zelfs vliegen, maar acht vinden het nog wel erg leuk als ze even gevoerd worden door papa of mama. Ja, wat bijzonder is dit jaar, is de aanwezigheid van een paartje, of misschien wel twee of drie paar witwangsterns. Witwangsterns is een behoorlijk zeldzame stern in Nederland, maar die hebben kennelijk de onlanden gevonden en zijn hier gaan broeden. Waar precies, weet ik niet. Ergens tussen de kokmeeuwen. Maar het is in ieder geval erg leuk om ze heen en weer te zien vliegen. Ja, meer over deze sterns en andere moerassterns in een volgende aflevering van Op pad met Arjen. Ja, een gebied als dit met zoveel water heeft ook uitgestrekte rietvelden. En als je zulke uitgestrekte rietvelden hebt, heb je natuurlijk ook allerlei rietvogels. Rietzangers, rietgorzen. Maar wat toch wel de koning van dit gebied is wat dat betreft, is de blauwborst. Zijn mooie blauwe borstje en zijn mooie zang. Toevallig net op dit moment bezig met een tweede zangpiek. Kennelijk is het eerste legsel uitgevlogen. En dan gaan ze toch nog net eventjes weer een beetje zingen. Niet zo fanatiek als echt in het voorjaar. Maar toch nog een beetje zingen om eventjes weer hun territoria vast te stellen voordat ze met hun tweede legsel bezig gaan. En dat is toch wel weer even genieten van deze mooie vogels. Ja, dit is een hele korte introductie in mijn local patch, de Onlanden. Het is een veel groter gebied natuurlijk. Achter mij ligt het Leekste Meergebied waar we op dit moment helemaal niet geweest zijn. Er is nog veel meer te doen, veel meer te beleven. Dus dat zal iets voor een volgende aflevering zijn of volgende afleveringen. In een ander seizoen is het natuurlijk ook weer heel anders. En behalve mijn local patch zal ik ook zeker filmpjes gaan maken van andere delen van Nederland.
En dus zelfs in het buitenland. Dus als je daar interesse in hebt, nogmaals, subscribe op mijn kanaal. Like deze video. Dan weet je dat er weer een nieuw filmpje aan zit te komen. En dan kun je gezellig mee op pad met Arjen. Tot de volgende keer.